Kijkers Botlek TV, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom, ook de kijkers van Link Media. Hartelijk welkom hier aan de Veerkade in Spijkenisse. Achter mij ziet u het al, één groot bouwterrein en aan de overkant al fantastisch mooie huizen aan de Veerkade 2. Ongeveer een half jaar geleden opgeleverd. Straks komen hier heel veel mensen. Mensen die een huis hebben gekocht of gaan huren. Die natuurlijk heel benieuwd zijn naar de eerste paal die de grond in wordt geschroefd en hoe dat allemaal gaat. En ook de mensen achter de bouw. En natuurlijk ook de mensen van de tekentafel, de architecten. De mensen die echt bezig zijn geweest om deze wijk te ontwikkelen. De projectontwikkelaars, de huurders, verhuurders, noem ze allemaal maar op. En natuurlijk de onontbeerlijke wethouder. Zelfs twee komen hier naartoe. Chris Hottentot en niet te vergeten Martijn Hamerslag. En zij zullen de eerste paal de grond in gaan schroeven. Er komen 17 kaderwoningen en 19 appartementen. En alle huizen die hier komen zijn als het ware duurzaam. Van het gas af. En u ziet daar zo'n geweldige installatie staan. Geen echte heipaal meer, maar daarmee wordt ongeveer 200 meter de grond ingeboord. En het voordeel daarvan is dat er minder herrie is voor de omgeving. Maar ook de moderne techniek staat voor niets. Want er moeten waterpompen moeten er aangelegd worden. En met dat boren gaat dat natuurlijk een stuk sneller. Ik zie van achter de cameraman Rolf van Deursen, zie ik al een hele stoet deze kant op komen lopen. Met vooraan natuurlijk de wethouders en de toekomstige bewoners. We gaan kijken naar het eerste paalslaan, wat geen eerste paalslaan is, maar het boren ervan en hoe de mensen erop reageren. Mijn naam is Alex van Dieren. Ik ben werkzaam bij Klimaatgarant. Climate for Life, zo gezegd. Dat is onderdeel van ITO Daalder op Dam. En wij sluiten woningen gasloos aan. Dus energie-neutraal wil dat zeggen. We maken dus, zoals je hier ziet, bomenlussen in de grond. Die gaan 100 tot 200 meter diep. In combinatie met een warmtepomp wat aangesloten wordt in de woning. En daarbovenop de zonnepanelen. En in dat hele systeem maakt de woning energie neutraal. Kom maar een klein beetje dichterbij. Allemaal een beetje naar voren, lekker van de weg af. Hey, wat er zo gaat gebeuren. De officiële bron van het bodemmarktensysteem wordt geboord. Nou, als wij dadelijk af gaan tellen, dan tellen we met elkaar af van 10 naar 0. Nou ja, op het moment dat wij bij 0 zijn, gaan de heren de bron boren. Dan hebben we beide wethouders en ons directeur Arco die drukken op de rode knop. Dan is er daar diverse confetti shooters die jullie erachter staan. Een aantal van jullie heeft de handshooters. Richt alsjeblieft de juiste kant naar boven en van elkaar af. En op het moment dat die confetti shooters afgaan, kunnen jullie ook de confetti shooters doen en we hebben denk ik een prachtig plaatje met elkaar. Dus ik stel voor dat we zo gaan beginnen. Oké, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, kijk eens Botlek TV. We zijn alert natuurlijk, hè? Dat ziet u wel. We zijn altijd klaar wakker om de mooiste dingen voor u te filmen. Ik zie ze inderdaad in de verte al aankomen. Het was
Prachtig daarnet. Het is allemaal gefilmd, speciaal voor u natuurlijk. Dat draaien van die schroeven met dat water. Hier is het lekker koel. We zijn uit de brandende zon. En we gaan zometeen lekker wat drinken hier. En ja, ik zou zeggen, ga mee naar binnen. En neem alvast een pilsje uit uw eigen koelkast. Dames en heren, goedemiddag allemaal. Ik kom u even een klein beetje vervelen met een klein praatje, maar dat hoort er helemaal bij. Mijn naam is Arco Smit van Stevast, de ontwikkelaar. Hartelijk welkom. Het gaat uiteindelijk over u als kopers. We zijn heel blij dat u hier allemaal bent. We zijn natuurlijk ook heel erg blij dat u voor een huis van ons gekozen heeft. We zijn ervan overtuigd dat u een geweldige mooie woning krijgt. Want ja, u kunt al zien hoe het eruit gaat zien. Dat is het voordeel, want er staan al een aantal fases. En dat we hier op deze mooie dag met mooi weer mogen staan en het een beetje leuk en gezellig maken, dat is ook ondertussen bijzonder. We vonden dat vroeger heel gewoon, maar we werden net op aangesproken van de bewoners van de vorige fase. Ja, wij kregen zo'n pakketje thuis gestuurd, weet je wel. Maar misschien zijn ze er ook stiekem ook wel bij, maar dan zijn ze er ook van harte welkom. We willen de wethouders bedanken dat die de eerste bron hebben willen boren voor een heel duurzaam huis. Maar weliswaar op een afstandje, dat zal iets met veiligheid gemaakt hebben, maar het leek net een beetje echt. Ze maakten in ieder geval een hoop rommel in de lucht, dus dat zal goed gaan. Ik zat te denken, wij zijn hier ooit in 2014 de eerste gesprekken over geweest. En uw huis wordt in 2014, de aannemer die denkt begin 2015, maar ik heb stiekem het idee dat eind van het jaar dat hij ze heel erg zijn best gaat doen, dat eind volgend jaar wel opgeleverd wordt. Gaat hij niet beloven natuurlijk, maar dat heeft hij mij wel gezegd, ze gaan het beste doen. Dus dan zijn we 10 jaar met dit project bezig en dan staat er ondertussen ook een hele mooie week. Wij hebben hier ook de architect en de constructeur. De constructeur wordt over het algemeen weinig genoemd. Maar ja, hij is wel erg belangrijk. Want ja, zonder Erlhoofd, dan heb u zometeen komen die vloeren naar beneden. Maar ik durf te zeggen, dat gaat hier echt niet gebeuren. Dunnen, dat is de aannemer. Die gaat hier voor u ook zorgen dat alles wordt zoals u dat u hoopt dat het wordt. Die gaat u ook persoonlijk allemaal begeleiden met alle wensen. We willen hun vanaf deze plaats ook heel veel succes wensen. We gaan zometeen nog even een momentje iets aan de Zuidoost-Azië Stichting overhandigen. Dat is iets een traditie, dat doen wij al heel lang, omdat wij dat leuk vinden dat als we een succesvol project hebben, dat we dat ook ergens anders kunnen meedelen. En dan wil ik nu even graag eerst de wethouder Chris, denk ik als eerste, of Martijn, wie wil van jullie eerst? Ja, goedemiddag allemaal. Martijn Hamerslag, wethouder grondzaken bij de gemeente Nissewaard. En ik sta hier met mijn collega Chris Hottentot. En nou ja, ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning in, ik denk toch, de mooiste wijk, in ieder geval de mooiste nieuwbouwwijk van Nissewaard. Want dat denk ik echt. Wie kan er nou zeggen dat hij dadelijk in een kale woning woont of dat hij een appartement heeft met uitzicht op de haven. Ik denk dat dat uniek is in Nissewaard. Ik weet dat heel veel mensen daar jaloers op zijn. Ik in ieder geval wel, want ik mag er niet wonen, helaas. Maar u wel. En ik wil u daar vooral heel veel wogeluk en wogenot bij toewensen. Het is voor u een mijlpaal, maar voor ons ook. Want ik moet zeggen, het duurt altijd hartstikke lang voordat je van het idee tot daadwerkelijk de realisering van de woningen komt. Ik denk dat we wel 10 jaar geleden begonnen zijn met de eerste schetsen. Arco refereerde er al even aan. En dan is het ontzettend leuk dat je nu zo'n wijk tot realisatie ziet komen en dat iedereen met vol trots, ook de bewoners die er al wonen, over deze wijk praten. En u mag daar dadelijk ook wonen. En ik denk en ik hoop dat u daar met heel veel genot en geluk gaat wonen. Ten slotte, voor mij ook even vanuit deze kant een bedankje richting iedereen die daaraan heeft meegewerkt. En dan bedoel ik de ambtenaren die achter de schermen ontzettend veel werk doen. De ontwikkelaar Arco, die altijd bezig is om op een creatieve manier
hier een mooi woningbouwprogramma neer te zetten. En niet alleen te denken aan winsten, optimalisatie. Dus dat is een ontzettende fijne partner om mee te werken. De bouwer, de constructeur en zo vergeet ik vast nog wat mensen. Dank. Ik zou zeggen, geef ze een aanmoedigingsapplaus zodat ze die bouw lekker snel afronden. Want u moet helaas nog even geduld hebben. Veel geluk en ik geef even de microfoon door aan mijn collega. Ja, dankjewel. Chris Hottentot dus, sinds vorig jaar wethouder. En ik ben blij dat ik ook betrokken mag zijn bij dit hele mooie project. Want ik deel wat Martijn zegt. Dit is echt de mooiste wijk. Ik hou van fotograferen, ook van onze gemeente. Ja, en ik heb foto's gemaakt hier van de wijk. Ik mag af en toe naar die foto kijken, maar u heeft straks dit uitzicht gewoon altijd. Dus dit is echt een hele mooie wijk om in te wonen. Het is echt waard om in te wonen. En wij hebben een nieuwe slogan en dat is: maak het jouw nissen waard. Nou, dat zou ik zeker voor u zeggen in deze wijk. Maak het jouw nissen waard. Vroeger was het wel eens zo dat als nou een wethouder dan iets deed met zijn eerste paal of zo, of met een bronboren, dan gaf hij wel eens een cadeautje. Maar dat is tegenwoordig een beetje uit de tijd, dat doen we niet meer. Bosje bloemen kan er net af, maar toen hebben wij daar gedacht, ja, ze hebben toch wel heel erg de best gedaan. Dus ook namens de wethouders en namens de gemeente willen wij graag een cheque overhandigen aan meneer Jan Soelaar van de ZOA. Want die gaat niet alleen dat u hier gaat wonen, maar door dit project wat wij, waar u gaat wonen, wordt ook elders mogelijk gemaakt om iets nieuws te bouwen voor mensen die, die het wat minder hebben. Dus, en daar gaat meneer Soelaar zo meteen iets over zeggen en dan gaan we nu de check over. Jan, wil jij misschien iets even een klein beetje toelichting geven waar dit naartoe gaat? Ja, zeker, Arco. We zijn jullie weer heel erg hartelijk dank verschuldigd dat jullie weer niet alleen aan de mensen in de Nissewaard hebben gedacht, maar ook in dit geval aan de mensen in Oeganda. We staan al schoolgebouwen, alleen voor de leerkrachten zijn geen woningen. We gaan nu twee onder één kap bouwen, waarvan jullie er eentje financieren. Een duurzaam huis voor leerkrachten, zodat ook de school leerkrachten heeft. Zijn jullie daar heel blij voor? De vorige keer hebben we in Oekraïne het een en ander gedaan. Dat is ook heel erg belangrijk. En nu weer, zoals jullie zeggen altijd, wij bouwen huizen. Hier, maar ook op andere plekken in de wereld. Super, dankjewel daarvoor. Nou, dan wil ik jullie allemaal, maak lekker kennis met je buren. Drink wat, neem een hapje erbij. Als het goed is, is dat ook allemaal verzorgd. Dan hebben we nog een bosje bloemen voor de wethouders, dat die in ieder geval weer veilig thuis kunnen komen. Want ja, anders, ze zijn toch te laat, dus dat maakt het niet uit. Heel veel plezier en tot spreken. Nou, zo'n bosje. Ja. Dankjewel. Nou, het was gezellig. Kijk eens, Botlek TV en Link. We hebben weer onze plicht gedaan en dat was helemaal niet vervelend. U op de hoogte gebracht, zelf een biertje gedronken en oranje. Dus ja, wat wil je nog meer op zo'n prachtige zomerse dag? Graag tot de volgende keer. Tot ziens.